is één grote ramp. Die stem van Wes is niet om aan te horen. We worden uitgejoeld en staan al voor schut voor de hele wereld. Ik heet Gabby trouwens, je nieuwe babysitter. En ik ben Astra, de baby bij wie je zit. Gabby, ik vraag me af. Waarom geef je de talentenjacht niet op? Steen van Saturnus. Omdat Wes er super veel zin in heeft. En straks breek ik nog zijn kwetsbare, kinderlijke hart. Dan lijkt je lot al bepaald. Gas van Jupiter. Wat ben je aan het maken? Een drankje dat al mijn problemen oplost, zodat ik volgende maand goat word? Serieus, heb je zoiets? En een handjevol mini marshmallows. Dit drankje neem ik voor het slapen gaan. Ik slaap er veel beter door. Maar als je wilt, kan ik ook een goat van je maken. Ik heb zo ongeveer overal een drankje voor. Heb je dan toevallig ook iets waardoor Wes iets beter gaat zingen? Ik bedoel, had hij maar een stem als de mijne. Om zo'n drankje te kunnen maken, heb ik een stukje DNA van je vriend nodig. Is spuugwater ook goed? Want ik heb een fles vol. Dat is niet alleen goed. Het is ook al gelukt. Goat van de maand, ik kom eraan. Slaapdrankje? Tuurlijk, klinkt goed. Samen geven we mijn beste vriend een alien drankje om zijn stem om te toveren tot iets goeds. Dit slaapdrankje is echt heerlijk. Hoe lang duurt het voor het... Targolische keelspray? Yep. Gekregen van een oppasalien. Blijkbaar helpt het bij het ontspannen van de stembanden. En je weet wat ze zeggen. Een ontspannen stem is een melodische stem. Dat zeggen ze wel, ja. Hoewel, ik moet zeggen dat mijn stembanden best wel losjes zijn de laatste tijd, dus... Neem het gewoon. Oké. Wauw, dat ontspant je stembanden echt totaal. Ik voel me nu al een betere zanger.